We hebben wel een paar keer gelopen en ook met de rugzak alles een beetje inlopen. Maar we hebben niet helemaal een jaar lang getraind of zo. Dit is Maasduinen Centraal. Hoe lang zijn jullie al aan het lopen? We zijn afgelopen maandag begonnen in Ermelo. En waar gaan jullie uiteindelijk heen? We komen ook weer terug in Ermelo. Oké. Okay. We lopen heel Nederland door. Voor welke stichting wandelen jullie? Wij wandelen onder andere voor de stichting Omgaan met Pesten en de stichting Mind. Ja, ons doel is openheid creëren voor psychische problemen en pesten en de gevolgen ervan. En we hebben ook een ontmoeting staan met staatssecretaris Blokhuis. Staatssecretaris Blokhuis is van volksgezondheid uit mijn hoofd, meen ik. Ja, volgens mij wel. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke om daar in gesprek mee te gaan. Wordt er in de regio eigenlijk veel gepest? Wordt er in de regio veel gepest? Er wordt eigenlijk overal gepest. Overal waar mensen samenkomen, waar kinderen samenkomen, wordt gepest. Dus dat is op scholen, dat is bij sportclubs, dat is bij vrije tijdclubs. Dat is op het werk bij mensen, in verzorgingstehuizen. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat er heel veel aandacht is voor het onderwerp pesten en de gevolgen van pesten, maar ook voor psychische problemen. Omgaan met pesten doet eigenlijk heel veel. Wij geven trainingen aan kinderen, jongeren, maar ook aan volwassenen. En dat zijn dan de Sta-Sterk trainingen. We geven het antipestprogramma Sta-Sterk op school en omgaan met elkaar, waarin dus op scholen klassikaal getraind wordt. Daarnaast geeft Omgaan met Pesten, de trainers geven ook workshops en themabijeenkomsten voor ouders en professionals, maar ook voor kinderen in een klas of op een sportclub. Daarnaast doet Stichting Omgaan met Pesten aan onderzoek en aan preventie. En heeft Stichting Omgaan met Pesten ook een adoptiefonds. En dat adoptiefonds, dat is een pot met geld voor ouders die een training voor hun kind bijvoorbeeld niet kunnen betalen. En die kunnen dan een kleine financiële bijdrage daarvoor krijgen. De Stichting Omgaan met Pesten doet eigenlijk best wel veel. En hebben jullie nog een oproep voor alle mensen die nu gaan kijken? Vertel in ieder geval zoveel mogelijk vrienden, familie over ons evenement. En we zouden het leuk vinden als mensen een stukje met ons meelopen. Daarvoor kun je de informatie vinden op www.doemeemetmind.nl. En dan even zoeken naar het evenement Wandelen tussen twee werelden. En datzelfde geldt voor de Stichting Omgaan met Pesten. Op hun site kun je het ook vinden. En verder, wij hebben in Limburg nog een aantal slaapplaatsen nodig. En dat is in Echt, in Born en in Heel. De Week tegen Pesten die begint op 23 september tot en met 27 september. En dit jaar, er is ieder jaar een bepaald thema. Dit jaar is het thema Wees een Held. Stichting Omgaan met Pesten sluit daar altijd bij aan. En maakt dan ook een lespakket voor scholen, voor coaches, voor trainers. Dat lespakket is gratis aan te vragen op de website van Stichting Omgaan met Pesten. En het thema dit jaar vanuit Stichting Omgaan met Pesten is Wees een Held, loop mee tegen pesten. Doneren kan voor beide stichtingen bij doemeemetmind.nl. Op het evenementpagina staat een doneerknop. En ik geloof bij de Stichting Omgaan met Pesten op de website staat ook hoe je aan hun kunt doneren. Maasduinen Centraal. De regio, dat zijn wij.